Roy Meijer uit Breda vertegenwoordigt Nederland bij het WK Judo in de klasse boven de 100 kilo. En Sanne Verhagen het best komt uit in de klasse tot 57 kilo. Een grote contrast tussen deze beide judoka's is niet denkbaar. En toch worstelen ze allebei met hetzelfde probleem. Het WK is in Rusland en dat is op dit moment niet prettig. We gaan natuurlijk daar naartoe om een WK te judoen en nergens anders voor. Ik bedoel, voor mij was dat ook liever in een ander land geweest, maar ik ga daar naartoe om te judoen. Judobond Nederland, de judo's van Nederland, hebben gezegd dat we een open oor houden richting wat de overheid wil. Maar daar hebben we niks over teruggehoord. En nu is er gewoon de houding vanuit de judobond dat er politiek en sport gescheiden moeten blijven. Voor Roy Meijer wordt het zijn tweede WK en hij is erop gebrand goed te presteren in Rusland. Dit zijn de belangrijkste momenten en ik kan als judoka niet zelf bepalen waar de gevechten gehouden worden. Dus ik wil gewoon mijn titel halen. Dat is mijn 100% focus. Het is voor mij een kans om te laten zien wie ik ben. En ja, ik ga er gewoon naartoe met een doel om daar een medaille te halen. Van de Russische president Vladimir Poetin is bekend dat hij een groot judo-fan is en zelf ook regelmatig het judopak aantrekt. Poetin zou wel eens een medaille uit kunnen reiken in het Russische Chelyabinsk. En dat kan leiden tot een vervelende situatie. Want wat doe je dan als sporter? Schud je hem de hand of niet? Misschien, dat is moeilijk om niet te zeggen, maar... Goed, als het zover is, dan zal ik het dan zien en dan kan ik nu op dit moment geen goed antwoord op geven. En ik denk dat hij alleen een medaille uit zou reiken als een Rus een prijs pakt. Roy Meijer heeft speciaal voor dit WK in Rusland zijn baard laten staan. Het geeft me een gevoel van kracht en soms kan het de tegenstander nog wel eens intimideren, dus ik zie alleen maar voordelen. Ja, dus de trucendoos gaat open. De trucendoos gaat open. Hup, baard spreiden en gaan.